Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je lacht me bij. Happy birthday to you. Dat vind ik leuk, hè? Dat vind ik leuk, toch? Ja! Ballonnetjes! Oh, dank u! Ja, dat vind ik. Maar ik heb jullie al gehoord, een kwartier geleden. Wat zijn die er allemaal aan het doen? Ze hebben die gaan waarschijnlijk. En nu de tijd? Wat is eigenlijk benieuwd? Oké. Dat is zo met haar. Wat een fuck. Ja. Allee, nog een keer, papa. Oh, oei. Zie dat mijn kop in een land staat? Oh, ik ga dat direct opeten. Oh, man, ik krijg er een been in. Papa is jarig. 70 jaar. 70 jaar. Hoe voelt het? Jawel, ik ben daar zeer blij mee dat ik 70 ben. Naar waar rijden we nu? Oh, dat weet ik feest, hè? Ja. Dat weet ik. We gaan niet flauw doen. We gaan naar de radio, hè? Daar gaan we niet. Oh. Okay. Met de chance, Jacques, dat wij u vieren op onze YouTube en anders er niet van gekomen zijn. Nee. Het is weinig belangstelling. Dat vind ik wel jammer. Slag op mijn gehoor. Want daar kan ik niet enthousiast bij doen. We zijn nu op weg naar de VRT. Ik zit hier van achter in de auto, zo lang een oude mens van 70 jaar. En de kinderen rijden met de auto en ik moet het maar volgen. Hè. Dank u, maar jullie zijn bekend. Ja. Ja. Ik zei jullie zijn bekend. Jullie zijn bekend. Hij wilde bedankt zeggen. Ja. Jullie zijn bekend. Toch, jullie zijn bekend. Dat is ik bedankt. Ja, nee, u bent bekend. Jullie stom. Maar niemand luistert. Die gaan gedacht hebben, dat is humor, hè? Ja. U bent bekend. Ik ben toch een dwaze kloot geworden, hè. Dat is de leeftijd. Nog een leeftijd, een dagje ouder. Ja, oké, joh, de dag. U bent bekend. Voilà, zij. Oké. We zijn er, Jacques. Ja. Veel succes op de radio. Ja. Net Jacques afgezet en nu zijn we hier bij de grote verrassing. Ja, we gaan nu de verrassing ophalen. Voilà. Zo samen naar Radio 2. Oh, de deur. De deur. Dat is gesloten. Hallo. Ja, gesloten. Dag verrassing. Kindje, kom binnen. Hey. Dag verrassing. Oh. Dag Joris. Hey, hallo. A.k.a. Meteor. Meteor. Jawel. We hebben een keileuke verrassing. Ja. Julie en ik gaan een nummer zingen. Ja! Jawel, een nummer van... Kabeljaar. En dat is eigenlijk de groep die papa vroeger had. En we hebben daar één nummer uitgekozen en we hebben dat in een nieuw jasje gestoken. Voilà. En dat gaat terug bekend worden nu. Ja, wij hopen dat natuurlijk. Misschien is het leuk dat we nu al eens een voorproefje geven van het nummer. En dat jullie het live is in de auto performen. Oh, ik zal het eens opzetten. Hier gaan we. Je bent vrij. Je bent vrij. Maar als het even kan, denk dan aan mij. En mij. Je bent vrij. Je bent vrij. Maar als het even kan, denk dan aan mij. Oh, dat wordt zo leuk. Ik denk, papa gaat dat gewoon niet verwachten. Maar ik ben dus heel benieuwd, Julie. Als ze voor mij zoiets zouden zingen, mijn dochter. Dan zou ik wenen sowieso.
Ja. Die weent eigenlijk nooit, maar ik denk wel dat dit hem gaat raken. Hij zal heel ontroerd zijn. Hij gaat heel ontroerd zijn. En wat heb jij met Jacques, Joris? Wat heb ik met Jacques? Ah, wel, ik ben eigenlijk heel mijn leven lang al fan van FC De Kampioenen. Ik ook. Tofste. En mijn papa vind ik eigenlijk gewoon zijn mimiek. Ja, ja. Dus dat kan toch niemand anders meer in Vlaanderen of dat België? Zat, hè? Daarnaast heb jij begin dit jaar, in januari, 1 op een miljoen gereleased. Ja. Ja. Hoe is dat nu in die coronaperiode voor jou? Omdat, ja, want je hebt totaal geen niet veel feedback van die hit, maar het is wel een hit. Ja, wel, ik vind het heel tof dat je dat zegt, Laurens. Een hit, want voor mij is dat nog altijd heel speciaal. Ja. Als mensen zeggen, ja, je hebt een hit. We hebben nu een hit inderdaad, maar we hebben hem nog nooit mogen zingen voor het publiek. Dus allee, dat is wel spijtig met die corona. Ja, we horen hem overal. En we kennen hem ook al en ik dacht misschien is het leuk. Dat we hem gewoon iets opzetten. De carpool karaoke te doen van Ere van Miljoen. Ja, 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 ja. Oh, zie je het zitten? Mij niet. Dus ik vind het altijd gezellig, een carpool karaoke. Dus ik ben supporter? Of... Nee, jij bent jezelf. Ja, alsjeblieft, en wij zijn de supporters. Ja, ja, ja. We gaan af en toe een zinnetje meezingen. We gaan zo iets lager meezingen, waar het niet opvalt. Oh. Laurens, wil je een gitaar spelen dan? Of thuis, waar heb je piano? Ik ga echt mee. Wij waren de belofte. Wow. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, dat is heel zonde. Want nu zijn de dagen dat we niet meer over ons zullen praten. We zijn een melodie vergeten die wij ooit samen schreven. Nu lopen onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meters? Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer, schat, ik zie je graag. Nee, we lachen niet meer als toen. En we huilen niet meer als toen. Zijn we dan toch niet die 1 op een miljoen? Zijn we dan toch geen 1 op een miljoen? Zijn we dan toch geen 1 op een miljoen? Wauw! Wow. Wat een mooie stem! Je bent totaal nog niet lang bezig. Nee, 4 jaar geleden deed mijn zusje mee met The Voice. Ja. Ik kon alleen maar denken, ik wil dit ook, ik wil dit ook, ik wil dit ook. Maar ik durfde dat niet. Totdat wij ooit eens met een kadertje 's morgens aan de ontbijttafel zaten. En hadden wij een nummer gezongen, ik denk van Ed Sheeran. Zij had dat opgenomen, doorgestuurd naar Hans Franke, pianist van The Voice. En 4 jaar later dus, gebeurt dit allemaal. En zijn er leerlingen van toen die nu echt zo zeggen van wow, onze leerkracht, hello, ja, die is nu... Ja, alwel, dat vind ik heel speciaal. Want mensen gaan onbewust ineens u anders benaderen. Ja, ja. Ja, dat is heel gek. Die vinden nog altijd heel tof, oh, meester Joris, en vandaar komt ook meteor, is dat meester Joris. Meteoris, meester Joris. Ja. Dus, maar die zijn allemaal heel fier. Maar het gekke is, als je die nu tegenkomt, ja, die kijken zo'n beetje op naar u ineens. Dat vind ik heel gek. En naast zingen wil gaan ook zo, want veel Nederlandstalige nummers hebben dan plots ook zo een flitsend rapstuk. Zou je dat willen doen? Nee, want dat kan ik niet goed. Nee, we hebben dat wel eens geprobeerd, maar ik ben niet zo'n rapper. Want dan moeten ze wat cool zijn en wat stoere woorden durven zeggen of kunnen zeggen. En nee, dat past niet zo echt bij mij. Kijk, misschien Joris, moet je proberen, Sims? We zijn er binnen een paar minuten, maar ik denk toch dat ik je een beat ga geven en dat jij eens mocht rappen voor mij. Echt? Ja, ja, ja. Ik ga je beatboxen en jij mocht rappen, alright? Oh, jongen! Alright. We rijden in de rondjes, niet in de stondjes. Pas op voor de hondjes. Wow, ik zie blote kontjes. Oeh, en ik heb geen tekst meer. Oeh, we rijden rondjes. Pas op voor de strontjes. Oeh, de hondjes. Ik weet niks. Heel goed. Strontjes en nee, hondjes. De max. Kijk, we zijn aangekomen bij de VRT. Fantastisch. En ik ga jullie hier afzetten. Ik kom straks. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel voor de leuke heel veel zin in. Jules, we gaan zingen. Wij gaan papa verrassen, hè? Voilà. Word maar al op, hè? Ja. Tot ziens. Miljoen. Salukes, guys. Hoi. Zinneke, hoe cool. Haha. Nooit gedacht dat ik hier ging mogen staan, zelfs. Met een micro. Zijn jullie klaar voor mijn gezang? Nee. Nee? Ik ben er helemaal klaar voor. Als je bloed wilt door je aders stroomt en je 's morgens van de nacht reeds droomt, denk aan mij, oh, denk aan mij. Als je adem snel raast als de wind.
wind en je lachend de hand drukt van je vriend. Denk aan mij, denk aan mij. Je bent vrij. Als het even kan, denk dan aan mij. Julie komt erbij. Oh, kijk. Het is er nu toch even heel... Oh, kijk. Het is hier een mooi moment. Zo, Julie? Dat heb ik niet op, hè. Nee? Oh, ik heb het zelf ook. Oh, ik loop het niet. Het is wel, hè. Ik zou wel een knuffel, maar het mag niet, man. Oh, maar wij moeten knuffelen. Dat is heel raar, ook dat muziek. Ja? Mensen kan pakken, ik heb het ook al de liefde voor muziek. En dan zit ik mee, als ik mensen zie dan wenen, hè, want dan zijn die zangers emotioneel. En dan ben ik mee emotioneel. Ja. Ik heb dat nooit voor dingen, maar nu heb ik dat wel. Dat is heel vreemd. Dat is heel schoon, hè? Het is een schone emotie, denk ik. Julie, hoe komt het dat jij zo emotioneel bent? Omdat dat papa raakt. En dat vind ik heel leuk, omdat ik dat voor hem heb kunnen doen. Ja. Dus heel bijzonder, want we wisten niet dat jij kon zingen. Nee, voor mij was het ook een enorme ervaring dat ik dat mocht doen. Ja. En dat is extra leuk dat ik dat dan voor mijn papa mag doen, een nummer van hem. En hij had dat nooit verwacht dat ik dat ging doen. Dus dat maakt mij heel blij. Ja. Ja. Jacques is een grote verzamelaar en is heel geboeid door de geschiedenis. En wat hebben wij gevonden? We hebben een schilder gevonden die dus eigenlijk mensen schildert in oude, bekende schilderijen. We hebben een schilderij van Napoleon gevonden die echt zo met een hand in zijn jasje staat en daar Jacques laat erin schilderen. Ik ben heel excited. Let's go! Hallo! Hallo! Wij zijn onderweg naar het verrassingsetentje voor papa met het cadeau. We hebben er lang op moeten wachten. Laurens is het gaan halen. Dank je, schatje, daarvoor. Yes, met plezier. Ja. Heb je een idee wat het zou kunnen zijn? Ik weet het totaal niet, schat. Maar ik denk dat je blij gaat zijn. Het is een cadeau van ons vier. Het is een cadeau van ons vier, inderdaad. En het is iets dat toebehoort aan... Hoe gaat het omschrijven? Het is een... De hobby. De hobby. Het vermeren. En het is een mooi stuk dat zal staan in je huis. Het past helemaal in je infrastructuur. Want je weet, ik ben een hele moeilijke om mij nog te verrassen. Ja. Hè? Ja. 3, 2, 1. Oh, dat is bijzonder, man. Maar zie je iets speciaals? Oh, ja, tuurlijk, ja. En wie is dat? Oh, ja, maar natuurlijk, dat ben ik. En hier, maar, een liedje van DDT. Oh, heel mooi. Oh, dat is heel mooi, ja. Dat is echt geslaagd, hè. Dat zijn dingen wat je mij plezier kunt doen, ja. Want ik een geslaagd cadeau. Chic, hè? Schoon, hè, papa? Oh, ja. Dat is nu een keer een mooie. Ja, dat is bijzonder mooi. Zo. Is het een fantastische verjaardag, papa? Ja, een bijzondere, fantastische. Heb je een leuke dag gehad? Een vermoeiende dag, een boeiende dag en Maar een emotionele dag. Emotionele dag ook. Het is een cadeau dat ik heel graag zie. Ik ben zeer emotioneel geweest. Ik heb zelfs tranen gehad. Ik dacht dat dat nooit ging gebeuren. En een hele bijzondere dag dan deze dingen allemaal. Oh, heel bijzonder. Ja. We love you, hè, papa. Voilà, dat was de verrassing. En op naar de volgende video. Dag!